straks loeren bij de boeren en we hebben het over de Goede Doelenweek. En we hebben hier iemand die heeft een bijzondere waarderingsprijs gewonnen. Welkom bij de update. Welkom bij de update. Zometeen hebben we het over de Goede Doelenweek met Willemien Mante. Joop van de Bol en Helma Kochten zijn hier vanwege loeren bij de boeren. En Ricardo Gerards is hier, want hij heeft de marathon gelopen voor het goede doel. Maar eerst het nieuws van de week. En Pelle Maas heeft namelijk een noodverordening afgekondigd voor de Helderse bossen vanwege de protesten en de caravanbrand. Er mag voorlopig niemand komen op de plek waar woonwagenbewoners protesteerden in de Helderse bossen. Daar ging dinsdagavond een caravan in vlammen op. Om te voorkomen dat een gevaarlijke situatie zoals zich nu voordeed zich herhaalt, heeft de burgemeester een noodverordening afgegeven. Dat betekent dat niemand in dit gebied zich mag begeven. Het is natuurlijk een bosrijk gebied waar een plek gecreëerd is waar nog meerdere woonwagens staan. Caravans staan, moet ik zeggen. En om in ieder geval het risico uit te sluiten dat er weer een brand uit zou breken, heb ik het zwaarste bestuurlijke instrument eigenlijk wat ik in kan zetten om ervoor te zorgen dat er geen kans is op herhaling. En dat is een noodverordening voor het totale gebied, inclusief het zandpad daarnaartoe. Om ervoor te zorgen dat we de rust terugkrijgen en dat er in het bosrijk gebied geen verdere incidenten plaats zullen vinden. Dit zijn beelden van woensdag, een dag na de brand. Het is een kat-en-muisspel tussen de demonstranten en de gemeente. Pelle Maas wilde het demonstratiekampje weg hebben, maar de rechter oordeelde dat de woonwagenbewoners mochten blijven. Via een andere weg heeft het dagelijks bestuur van de gemeente besloten om het gebruik van het gebied te laten beëindigen. Ja, ik vind het erg. Ik vind het echt erg. Nee, ik denk dat de demonstratie dan ook beëindigd is. Hè? Want de gemeenteraad heeft een besluit genomen in december dat er extra plekken bij gaan komen. Dat loopt nu ook, dat onderzoek. Wat dat betreft komen we tegemoet aan de vraag die er is. En dan vinden wij ook wel, dat dit traject hebben we ingezet, dat dan ook de demonstratie ten einde moet komen. En dat we op zoek gaan naar nieuwe plekken, dat weten ze ook. En dat ze dan ook hun spullen op moeten ruimen. En daarom hebben we nu ook die handhavingsprocedure doorgezet om ervoor te zorgen dat er een einde komt aan de demonstratie. Nou, daar moet dan ook iemand een uitspraak over doen. En ik heb nu tijdelijk even in die tussenperiode gekeken, wat kan ik doen? Brand is echt levensgevaarlijk op die plek in het bos. Een noodverordening. En die is gisteravond om 19:30 ingezet. En we gaan even kijken hoe lang dat blijft duren en of we in de tussentijd een oplossing kunnen vinden voor de caravans die er nog staan. De bewoners blijven het oneens met de gemeente. Dat zei een van hen woensdag al. Ze willen 5 woonwagenplekken heropenen. Dus onder andere ook op de Molenheg. Dat gaat hem niet worden. Wij zijn aan het demonstreren voor een nieuw woonwagenkamp en geen vakken open. Want als ze de oude vakken weer heropenen moeten, zijn ze net zoveel in een bedrag kwijt als dat ze een nieuw woonwagenkampje maken. En het voordeel van een nieuw woonwagenkampje is dat als er een nieuw woonwagenkampje is, daar is geen haat en nijd. Daar komt geen ruzie. Wij staan hier voorlopig nog wel. Wat ons betreft is er wel een einde aan de demonstratie. En dit soort dingen met brandstichting en dergelijke. Ja, wat mij betreft moet dat een onderbouwing zijn ook om ervoor te zorgen dat het op die plek in ieder geval weggaat. Want er is een ernstig bewijs dat de brand is aangestoken. Nou ja, dat heb ik in ieder geval teruggekregen. Dat gebruiken we ook. Maar er is een ernstig verdachtmaking dat er brandstichting heeft plaatsgevonden. Ja, en dan gaat het over iets totaal anders hebben, namelijk de Goede Doelenweek. Want Willemien Manten, welkom, goeie avond. Ja, een recordbedrag heeft het opgeleverd. 106.600 euro. 160.000. Oh, sorry, zeg ik 106? 160.600 euro. Dat betekent 5.500 euro meer dan een keer in 2016. Dat was het record tot nu toe. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja, zeker. Ja. Het is net of het meer bij de mensen leeft op dit moment. Naarmate de jaren vorderen, wordt de opbrengst ook steeds beter. Ja. Hoe lang doe je dat al? Wij in Beringen doen dat dit jaar toevallig al 10 jaar. En vandaar dus ook dat we dit jaar onze collectanten extra in het zonnetje hebben gezet. Dus degenen die het 10 jaar doen, die zijn in het zonnetje gezet. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nee, we hebben elke collectant die heeft een attentie gekregen. Want wij zijn toen 10 jaar geleden bij elkaar aangesloten. Ja. Van de collectanten die lopen al veel langer.
En wij vonden het nu met dit jubileum tijd om de collectanten in het zonnetje te zetten. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? We hebben een leuk zakje met verrassings chocolaatje van Pasen gedaan. Het was net in de week voor Pasen. En is een attentie gehaakt door 4 personen van onze groep. En iedereen vond het hartstikke leuk. Ja. Ook al vanwege de speciale attentie. Ja, het is een mega-operatie. Mensen vergeten dat wel eens. Vroeger gingen al die organisaties gingen langs de deuren. Tegenwoordig hebben ze het samengepakt. Hoe loopt dat? Prima. Ja, iedereen is enthousiast. De collectanten zijn enthousiast. De mensen waarbij je aan de deur komt, zijn enthousiast. Dus ik denk dat we een heel goede beslissing hebben genomen toen. Ja, dat is een hele grote groep, hè? Ja. Je hebt begrepen 1000 vrijwilligers. Hoe krijg je die gevonden? Ja, zoals ik al zei, er zijn al collectanten bij die al jaren meelopen. Die durven niet meer af te zeggen. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Maar we hebben ook dit jaar weer collectanten kunnen werven. Ja. Ja. Ooit collectant geweest, Ricardo? Niet in die vorm, maar ik vind dat wel een heel mooi initiatief om het zo te doen. Jij kunt volgens mij 3 keer dezelfde route lopen in dezelfde tijd. Dan. Dus dat zou heel effectief zijn om dan zo'n collectant in de boer te hebben. Ja, dat is handig hoor. Hij is welkom bij ons. Kijk, ja, hartstikke mooi. De vorige keer vragen we nou of die ook daadwerkelijk is ingeschreven. Ik wil je niks aanpraten hoor. Ja. Ja, maar het is ook, behalve dat het een goed doel is het ook heel gezellig. Hè? Ja. Is dat belangrijk? Ja. Het stimuleert ook de collectanten, vooral na afloop als ze gecollecteerd hebben. Ze worden warm ontvangen en een kopje koffie met een plakje cake doet altijd wonderen. Ja. Ja, want het is niet alleen maar die week zelf. Er gaan ook heel veel voorbereidingen aan vooraf. Ja, zeker. Wat doen jullie dan? Wij komen in februari al bij elkaar met de coördinatoren van ons eigen dorp. En ik denk dat in elk dorp zo is. We gaan bespreken hoe dat de collecte eruit gaat zien, wanneer dat we weer bij elkaar komen, wie dat er op bepaalde groepen gaat zitten, de mensen die tellen, mensen die de cijfers invoeren met de laptop en de mensen die de centen tellen. En het loopt gewoon prima. Yes. En dan gaat de informatie gaat naar de collectanten en de meesten doen gewoon weer gezellig mee en het loopt weer niks. Hè. Is het nu kenmerkend voor de gemeente Peelermaas of hebben de omringende gemeentes hier ook mee te maken? Nou, qua omliggende gemeentes ben ik eigenlijk daarvan weinig op de hoogte. Oh, misschien, kun je misschien even vragen aan Helma, want jij woont in Heithuizen, gemeente Leudal. Ja. Hebben jullie dat ook, een week van de collecte of een goede doelweek? Ja. Ja, toevallig dat gisteren bij ons de collectant ook voorbij kwam. Dus ook in Heithuizen, Leudal denk ik dan dat deze actie ook absoluut gedragen wordt. Ja. Ach kijk. En dat is tegenwoordig ook makkelijker, hè? Want vroeger moest je altijd geld bij je hebben. Dan konden mensen nog wel eens zeggen, ja, ik heb geen losgeld bij me. Die envelop kan ik niet meer vinden. Tegenwoordig kan het ook online of incasso met een apparaatje aan de deur. Bij ons kan het nog via bankrekening. Ja. Maar de meeste mensen geven toch nog contant. Ja? Ja. Die zijn er aan gehecht. Ja. Alhoewel het overmaken via de bankrekening wordt ook steeds meer. Ja. Ja. Nou heb ik hier een lijstje. Corrigeer me maar als het niet goed is, Willemien. Maar het bedrag per dorp. Ja, het is geen wedstrijd natuurlijk. Het verbaast me niet dat het dorp van Ricardo volgens mij bovenaan staat. Want Panningen heeft, even kijken, 27.000 euro opgeleverd. Kessen en Kesselijk 13.000. Beringen, jouw dorp, 9.000 euro. Is het nog wordt het nog een leuke manier om tegen elkaar op te bieden wat het hoogste wordt? Is dat nog een wedstrijdje onderling? Of? Nee, ik vind ook niet dat dat nodig is. Nee. Nee. En zijn alle goede doelen daaraan verbonden? Want ik kan me voorstellen, Ricardo die loopt voor Kika. Kika zit er niet bij, nee. Maar er zijn heel veel goede doelen wel bij. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een paar goede doelen die misschien het bekendste zijn? Ja, de grootste fondsen zijn natuurlijk de Hartstichting en de Kankerbestrijding. Daarnaast hebben wij de Brandwondenstichting, de gehandicaptenzorg en... Ja, we hebben er 14 op de lijst staan. Ja. En dat verschilt ook per dorp. Ja. Ja. En hoe hebben ze jou ooit gecharterd om dit te gaan doen? Of is dat een lang verhaal? Dat is een heel lang verhaal. Dat maakt wel alle tijd. Nou,
Mariet Jansen die kwam eens bij mij van... zou jij niet in Beringen de coördinatie willen doen van de brandwondenstichting? En dat hield dus in. Dus dat Mariet alle bussen bij mij bracht... en ik bracht ze dan naar de collectanten in Beringen. Mm-hmm. En ja, ik liep zelf ook de route in het structerrein in Beringen. Dus ik deed mijn steuscentje er ook aan bijdragen. Ja. Ja, en op een gegeven moment kwam mijn te oren dat Meijl ging dat allemaal inzamelen. Ik dacht, ja, wat Meijl kan, kunnen wij ook. Ja. Dus ik heb alle goede doelen die in Beringen liepen, heb ik benaderd. Net zolang gezocht dat ik bijna iedereen had gevonden. Mm-hmm. En trouwens, wat één niet wist, die kende toch wel weer iemand anders van... Hè, die doet dat en die doet dat. Dus op een gegeven moment heb ik ze allemaal benaderd. We zijn bij elkaar gaan zitten. Ik heb het op tafel gelegd en iedereen was enthousiast. Ja. Misschien mogen we dat niet hardop zeggen, maar is het vooroordeel waar... dat degene met de grootste huis het minste geven? Nee, daar kunnen we gewoon niet van uitgaan. Ieder geeft naar eigen wat ze kunnen en wat ze willen. Ja, of is dit nou een sociaal wenselijk antwoord omdat dit de visie is? Nee. 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 En als er nu mensen zijn die zijn toevallig een weekje ertussenuit geweest... en die denken bij zichzelf van... ja, maar ik wil toch iets overmaken voor het goede doel. Kan dat dan alsnog? Ja, dat kan. Hoe doen ze dat? Nou, als ze de brief nog goed bewaard hebben, staat daar het banknummer op. En als ze de brief niet goed bewaard hebben... Oh, daar vraag je me wat. Ja. Is er een website? Nee. Dan gaan we dat nog eventjes navragen. Ik kijk even met een schuin oog naar Rinus. Misschien kan Rinus dan iemand influisteren hoe dat precies allemaal werkt. Nou, er staat heel kort, Rinus. Er staat in de feite bij de papieren. Als ze niet thuis zijn, kunnen ze altijd nog... Oké. Bij de papieren staat, als ze niet thuis zijn, kunnen ze altijd nog... Maar dan moet je wel die papieren nog hebben. Ja, dat bedoel ik. Dus als ze die niet meer hebben, dan... Ja, daar heeft Rinus niet over nagedacht. Maar dat gaan we oplossen, Willemien. Want dat levert waarschijnlijk toch weer geld op, denk ik. Ja. Je hebt een heel lijstje van allerlei dingen die heel belangrijk waren dat we die nu bespreken. Ja. Kunnen we het lijstje even afvinken en kijken of we alles besproken hebben? Ja, vraag maar wat. Nee, maar kijk maar of er iets bij zit dat we nog niet besproken hebben. Oh, ja, de QR-code en de incasso, dat hebben we nog niet over gehad. Maar er zijn maar... enkele kerkdorpen die daar al gebruik van maken. Oh. Dus die hebben een QR-code op hun collectebus, collecte-emmer. En die wordt dan gescand met de telefoon. En dan op die manier kan de persoon het geld overmaken. Ja, en eigenlijk ben jij een voorstander van dat overal gebeurt? Ik vind dat dat nog een beetje in ontwikkeling is. En ja, wij lopen er nog niet erg hard mee weg. En wie is wij? Beringen. Beringen? Ik ga niet zeggen dat Beringen achterloopt met de rest. Nee, absoluut niet. Nee, dat kan niet. Maar het zou wel makkelijk werken om dat via een QR-code te regelen. Dan is het nog sneller. Dan hebben we de vrijwilligers besproken. Bedrag per dorp. Volgens mij het recordbedrag, Willemien. En dan denk ik, want dit was de eerste keer voor jou op de televisie. Dat moeten kijkers dan even vertellen, want jij dacht dat het voor radio was. Ja. Je zat al te klagen dat het niet warm genoeg was. Heb je het nu warm genoeg? Ja, nu wel. Oh, gelukkig. Dan is het hier tenminste lekker warm aan tafel. En met dit bedrag wordt het nog warmer en nog aangenamer. We gaan zo meteen praten met Ricardo Gerards. Want die heeft de marathon van Rotterdam gelopen in 3 uur en nog een paar minuutjes. Maar eerst even dit. Een jaar geleden volbracht Ricardo Gerards uit Panningen zijn missie. 6 marathons lopen, de Big Six, oftewel 6 World Marathon Majors. In 2017 startte het avontuur van de sporter. Vorig jaar eindigde het in Boston. En zondag liep hij de Marathon van Rotterdam. En datzelfde weekend werd hij nog door het sportgala in het zonnetje gezet en ontving hij de bijzondere waarderingsprijs. Mede omdat hij zich door het rennen inzet voor Kika. Je loopt de wedstrijden in Londen, Boston, Tokio, Berlijn, Chicago en New York. En je haalt hiermee vele duizenden euro's op voor het Kika Kinderfonds. En je zet hiermee ook de gemeente Pelemaas op de kaart. Ik loop overmorgen mijn 8e in Rotterdam. Dus morgen gaan we naar zondag, Rotterdam. Zondag, ja, zeker. Dan is Rotterdam aan de beurt. Gijs? Ja, Rotterdam aan de beurt, dat is inmiddels achter de rug. Ik heb begrepen dat je voor je 30e, ik weet niet of dat openbaar is, maar dat heb ik van je moeder gehoord. Voor je 30e wil jij de marathon onder de 3
uur lopen. Je bent nu 29. Bijna. Bijna 29. Ja, bijna. Dus het zou volgend jaar nog kunnen. Maar de tijd dringt. Ja, de tijd dringt, ja. Letterlijk. Ik word bijna 29. Ik heb de tijd nu op 3 uur en 4 minuten staan. Ja. Maar ik ga er toch wel voor om in het najaar, dit jaar nog, onder de 3 uur te duiken. Je ging niet teleurgesteld over de finish, want je had de klok gezet op 3 uur. 3:15. En... ja, mijn PR stond op 3:28. Ik had mijn doel gesteld op 3:15. En eigenlijk was heel snel wel duidelijk dat dat er meer in zat. Maar dacht je onder het rennen niet, hey, die 3 uur komt nu wel heel dichtbij? Ik heb het ook even geprobeerd om op dat tempo te gaan lopen. Alleen ik kwam er vrij snel achter van, dat is voor vandaag te hard. Ja. Hou het gewoon bij je plan. Ja. En dat komt in het najaar. Dan loop je dan 14 kilometer per uur? Ja. Niet dat ik heel snel kan rekenen, maar ik heb dit tevoren even uitgezocht. ja, want ik zie Willemien kijken en denken van, god, die kan snel rekenen. Dat is helemaal niet het geval. Ja, luister, dit is natuurlijk een geweldige prestatie. En je doet dat voor Kika. Maar nu ben ik eerst nieuwsgierig, want je net werd door de wethouder al genoemd, die 6 marathons. Dat werd even, ik ga ze niet nog een keer noemen. Maar één ding is wel bijzonder, namelijk Berlijn en Londen heb jij in 1 week gelopen. Ja, dat mensen hebben je voor gek verklaard, volgens mij. Want de tweede keer moet je helemaal vol zijn gelopen. Je had eerst die van Berlijn en daarna die van Londen. Maar in Londen ging het wel erg moeizaam. In het begin wel. Ik had natuurlijk nog wel wat last van mijn benen. Ja. En in die week alles gedaan wat ik dacht dat maar goed was. In een ijsbad en allemaal gekke dingen gedaan om maar zo snel mogelijk te herstellen. Ja. En het ging eigenlijk best goed, de eerste 8 kilometer. Ja, en toen kreeg ik last van mijn heupen en mijn knieën en mijn enkels. Een stukje gelopen. Dan moet je nog 32. En toen moest ik nog een stukje. Of 34. Ja, maar uiteindelijk ben ik die wel 2 minuten sneller gefinished dan de week daarvoor. Oké. Okay. Dus ik heb het nog goed kunnen maken. Dat is wel heel bijzonder. Wist je trouwens dat de winnaar... wat was het prijzengeld voor de winnaar in Rotterdam? Ik heb geen idee. Volgens mij loopt dat in de 100.000 euro. Ja, dat marathonlopen dat is sowieso steeds populairder. En dat wordt ook steeds commerciëler. Dus dat is... Daar zou Kika wel blij mee zijn. Hoe ben je ooit begonnen om marathons te gaan lopen? En die doelen te stellen? Ik weet namelijk dat je ooit in de jeugd hebt gevoetbald. En je hebt een bijzondere indruk op mij gemaakt. Omdat je destijds tijdens een voetbalwedstrijd je hand brak. En je gaf geen krimp. Ik bedoel, als ik een beetje verkouden ben, dan leer ik altijd piepen thuis. Maar jij gaf geen krimp. En wij hebben toen ook op het terugweg in de auto gezeten en gedacht, hoe is het mogelijk dat die Ricardo gewoon zo daarmee omgaat, rechtstreeks naar het ziekenhuis, maar echt geen traantje gelaten. Dus in mijn herinnering, ben jij een bikkel, kan jij heel ver gaan wat pijngrens betreft. Maar hoe ben je daarbij gekomen om marathons te gaan lopen? Ja, ik ben daar in 2017 heb ik dat doel voor mezelf gesteld. Eigenlijk omdat, ja, ik zocht iets. Ik zocht een doel. Iets wat niet elke dag gebeurt. Iets waar ik naartoe kan trainen. Om echt een doel te hebben om naartoe te trainen. Ja. En zo is het begonnen. En iemand zei tegen mij, als je er eentje loopt, dan ga je er meer lopen. Nou, ik heb nog een filmpje van die eerste marathon dat ik over de finish kom. En dat je mij gewoon hoort zeggen, dit doe ik echt nooit meer. Ja. Ja, inmiddels heb ik er 8 op zitten. Dus, ja, dat zeggen vrouwen die een kind krijgen ook. Dat ze dat daarna nooit meer doen. Joep denkt ook, ik begin er niet aan. Want dan blijf ik die ook lopen straks, die marathons. Maar je dacht op een gegeven moment toen de pijn weer gezakt was, dat ga ik wel nog een keer doen. Maar hoe kom je dan bij Kika terecht? Ik dacht, als ik het ga doen, dan wil ik daar wel aan een goed doel koppelen. Ik vind dat stukje wel belangrijk, dat maatschappelijk stukje voor het goede doel. En toen kwam ik eigenlijk bij Kika terecht. Dat is een bekend doel, ik vind het een heel belangrijk doel. Alleen toen was het voor mij nog niet heel bekend. Dan schrijf je in, dan ga je voor Kika lopen. Dan ga je een keer naar het Prinses Maxima Centrum. Dan kom je in aanraking met die mensen. Ook met kinderen spreek je dan. Ja, dat klinkt heel cliché, maar als je dat hebt gezien, dan weet je pas hoe belangrijk dat is. En ja, dan blijf je dat gewoon doen. En inmiddels dus 8 marathons en nog heel veel in het vooruitzicht. Ja, dus, maar dat heeft wel heel veel indruk op je gemaakt. Dat je daadwerkelijk met patiënten hebt gesproken, misschien ook wel met ouders hebt gesproken. En dat is een soort drive die je nu hebt. Want, wat zijn de eisen die Kika stelt als jij marathons loopt? Hoe werkt dat? Ja, natuurlijk zijn ze blij met elke euro. Hè. Elke donatie, groot of klein, is welkom. Alleen als je echt vanuit het team van Kika wil lopen, dan moet je per marathon minimaal 6.000 euro ophalen. En voor sommigen zelfs 8.000 euro. Om überhaupt mee te mogen vanuit hun team. Ja. En hun zorgen dan wel dat er een fysiotherapeut meegaat en dat de reis goed verzorgd wordt. Maar dat is wel een minimale eis. Ja, ja. En nu heb je al die marathons erop zitten. Hoe gaat het nou eruit zien? Want ik wil je niet te veel in de put praten, maar we moeten onder die 3 uur. Ja, dat is eigenlijk wel de doelstelling. Ja. Anders zijn we niet tevreden. Willemien?
Nee, zeker. Nee, we moeten echt onder de drie uur. Hoe gaan we dat volgend jaar doen? Ja, eigenlijk blijven trainen zoals ik het nu doe. Ik heb nou een gat geslagen van 24 minuten in mijn PR. Door op een andere manier te gaan trainen. En dat wil ik eigenlijk doortrekken. Ja. Ja, en ik ben al echt gebrand. Kijk, als ik mijn PR op 3:17 had gezet, dan had het nog 17 minuten gescheeld. Ja. Dan was ik iets minder gebrand. Maar 4 minuten, dat komt toch wel dichtbij. Ja. Dus, ik ben wel gebrand. En dan moet je het zonder haast doen, hè? Ja. Maar je weet dus exact hoe hard je moet lopen om binnen die 3 uur te blijven. Ja. Dat weet je. Ja, ik loop per kilometer echt op mijn horloge, mijn tempo. En elke kilometer is gewoon een taak. Dan krijg ik na elke kilometer melding op mijn horloge van dit was je tempo de afgelopen kilometer. En dan weet ik of ik moet versnellen of terugzakken. Ik heb een donkerbruin vermoeden als dit gedaan is. En dat heb je al een aantal keren gedaan. En je bent hier aan gewend. En dat gaat je gaat onder de 3 uur. Dat er weer een andere doelstelling komt waaraan je waarschijnlijk gaat wel. En dan komt op een gegeven moment het sportgala om de hoek kijken. Want elk jaar dan geven ze ook, dan reiken ze prijzen uit. Ook de bijzondere waarderingsprijs. Hoe belangrijk is zoiets om zoiets te krijgen? Ik kan me voorstellen dat je er licht verlegen van wordt en denkt, goh, kom ik dan voor een aanmerking? Ja, vooral dat. Ja? Ja, ja. Ja, het was een verrassing en ja, een bijzondere waardering. Ik wist eigenlijk niet dat het op was gevallen, laat ik het zo zeggen, in die hoedanigheid. Dat mensen dat hadden gezien, wat ik had gedaan. Ja, ik was natuurlijk wel in mijn kringen. Ja. Alleen dat het dan ook wordt opgepikt en dat ze daar iets mee doen, dat is letterlijk een bijzondere waardering. Ja, ja, maar goed, Doc 6 begint langzaam jouw thuishaven te worden. Want in het donkerbruin, in het grijs verleden weet ik nog dat je daar ook een andere prijs won. Dat klopt. Dansend. Ja, nu deze prijs, een beetje de golden boy van de Peter Maas worden. Zo wil ik over verlegenheid gesproken, dan maak je me helemaal verlegen. Ja. Maar ja, Dancing Pela Maas, dat was afgelopen jaar inderdaad. En daar mochten we toen ook winnen. Leuke ervaring. Maar het was geen breuk in jouw voorbereiding voor de marathons? Niet dat daardoor die 3 uur niet gehaald is door Dancing Pela Maas? Nee. Misschien was het wel juist goed voor mijn souplesse en lenigheid. Dus misschien moet je wel samenlopen met iemand. Is dat ook een mogelijkheid? We wachten af. Wanneer is de eerstvolgende marathon? Wanneer gaat die eraan komen? Ik heb oktober heb ik Amsterdam en in december loop ik die van Hawaii. Van Hawaii? Ja. Die staat niet bij die 6. Waarom Hawaii? Of denk je, ik koppel er ook lekker een vakantie aan? Dat ook. Maar Kika die komen elk jaar met een aanbod van marathons die zij mogen aanbieden, waar zij startbewijzen voor kunnen krijgen. Ja. Ja, dan is het weer, wil je mee naar Hawaii, dan moet je €8.000 ophalen. En ja. Dan, jij gaat het vast en zeker niet zeggen tegen mij, maar als we nu al die bedragen bij elkaar optellen, wat je inmiddels bij elkaar gelopen hebt voor Kika, hoeveel is dat dan? Ja, sowieso 6.000 keer €6. Ja. Jij kan snel rekenen. Nee, nou ja, de 36.000 euro. Ja, en dan zijn er ook marathons waar er een stuk meer heb opgehaald. Ja. Dus ik ga wel over die €50.000 heen. Ja. En wat er dit jaar nog bij gaat komen. Ik heb nog een paar sponsorlopen met basisscholen uit de regio op de planning staan. Dus daar komt nog wel wat bij. Diepe buiging en het terechte winnen van de bijzondere waarderingsprijs, Ricardo. En dank voor de komst hier naar de studio. En wij gaan kijken, want 30 april is het zover. Loeren bij de boeren. Moderne boerenbedrijven zetten op zondag 30 april de poorten open voor jong en oud. Dit jaar wordt de 10e editie gehouden van Loeren bij de Boeren. Het thema is trotse boeren, want boeren hebben de afgelopen tijd wat te verduren gehad. De stikstofcrisis en inkrimping van de veestapel bijvoorbeeld. Eind april laten ze zien hoe trots ze zijn. Tijdens de 27 kilometer lange fietstocht kan er bij 8 boerenbedrijven in Kessel en omgeving afgestapt worden om met de agrariërs een praatje te maken, machines te bekijken of zuivel, groente, fruit en vlees te proeven. En ook zijn er doe dingen voor jong en oud. Ja, hier aan tafel Joep van de Bol, bioboer wilde ik zeggen, maar dat moet zijn biotuinder. Ik dacht al even op mijn vingers getikt, maar biotuinder. Waarom mag ik geen boer zeggen? Ja, boeren hebben eigenlijk vee, moet ik zeggen. Kijk, een tuinder, dat is de groenteteler. Oké, dan gaan we het over woordjes hebben. Loeren bij de boeren, wie heeft dat bedacht? Want loeren is ook stiekem, met soms wat slechte bedoelingen, om te kijken, loeren. Even stiekem loeren. Of niet, Helma? Ja, het klopt. Joep kijkt mij inderdaad aan. Dat eerste, waar komt het vandaan? Dat is ooit 10 jaar geleden, was maatschappelijk debat in Leudal. En toen ging het heel erg over inderdaad buitengebied, burger. We kunnen niet zien wat de boer doet. Ja. Dus het was wel een beetje... Dus we gaan loeren. Een grote afstand naar de boeren toe. En toen is er door afdeling De Winning van de LOTB...
is toen door twee dames, Anja Hanze en Anita Rietjes, het idee opgevat om eens achter de poorten van de boeren te gaan loeren. Ja, maar met goede bedoelingen, hè? Even voor duidelijkheid. Ja. We kunnen er ook maken van buurten bij de boeren. Dat klinkt wat vriendelijker dan misschien. Ja, maar dat is of iets wat... Buurten bij de boer. Heb je ooit geloerd bij de boer? Ik heb nooit geloerd bij de boer. Nee, dan let goed op, want je kan loeren bij de boeren. Wat is de functie precies bij deze organisatie? Ja, nou, ik ben in de werkgroep. Ik heb zelf het tweede jaar hebben met ons eigen bedrijf meegedaan. Een zorgboerderij? Ja, we hebben een zorgboerderij in Heithuizen. En toen was ik op dat moment ook bestuurslid van afdeling De Winning, van de LSB. Ja. En ik ben daar toen het tweede jaar, toen ze bij ons zijn geweest, ben ik daarna blijven plakken in de werkgroep. En, ja. Draaien we dus nu wat jaartjes mee in het organiseren van dit evenement. Ja. Wat we eigenlijk met vier dames toen zijn gaan doen. En nu inmiddels zes dames hebben die ons waarmee we het draaien. Ja. En het is nog steeds een gezellige club. En we krijgen heel wat mensen op de been op die dag. Ja, en een van de deelnemers is Joep van der Boel. Ik lees hier. Ik realiseerde me dat agrarische ondernemers in de reguliere sector het gevoel met de natuur zijn verloren. Dat heb je ooit ergens in een artikeltje gezegd. Misschien heb je het verdrongen. Hmm. Want je hebt een hele drukke tijd. Je zit in de kleine baby's, geloof ik. Hè? Ja, ja. Dus je komt hier even tot rust. Ja. Maar herken je dit nog? Dat zal toch wel even geleden zijn. Oh. Nou, goed. Wat je krijgt, om het zo maar te zeggen, is... zoals wij biologisch werken, we hebben niet zoveel... handvatten, zeg maar, met kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen waar we fouten mee kunnen corrigeren. Ja. Kijk, en dat heb je als gangbare boer, heb je dat dus meer. Dus dan heb je sneller de kans dat je een beetje van de natuur wat sneller afdrijft, zeg maar. Wij hebben die natuur iets harder nodig. Kijk. Dus we moeten er iets korter. Je hebt er ook misschien dan ook wel iets meer feeling mee. Ja. Je bent aan tuinderen, moet ik zeggen, in Neer. Ja. Je hebt het bedrijf ooit overgenomen van je ouders. Ja. Is dat onlangs gebeurd? Onlangs, ja. Ja. Ja, want hoe lang hadden zij het bedrijf? We hebben nu al, even denken, zij zijn al 42 jaar biologisch aan het telen. Ja. Daar waren ze een tijd ver vooruit. Ja. Ik denk dat hun... Ja, ze waren in Limburg wel echt een van de allereerste. Ja. Oké. Okay. Ja. En jij bent onlangs overgenomen. Je ogen die schijnen te glimmen. Dit lees ik ook in een eerder artikel. Bij de geslaagde teelt, bij de exotische bataat. Ja. Bataat, Willemien, weet u wat dat is? Nee, ik kan het er gewoon niet opkomen. Spreek je het goed uit, of niet? Ja, bataat. 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 Helma weet het wel, hè? Natuurlijk. Dat, zoete aardappel. Ja, precies. Zoete aardappel. Als die teelt lukt, dan is Joep tevreden. Ja. Nee, maar dat is gewoon... zoals nu, we hebben een heel moeilijk voorjaar. Dus het is ook heel koud, heel nat. Dus het zit allemaal een beetje tegen. En nou, ja, het is nou de kunst om dan lang genoeg te wachten dat die grond goed is. Ja. Dus bij wijze van spreken je vinger in de grond duwen. Even voelen of het goed is. Maar om dan... Ja, hopelijk alles goed te doen, zodat je dadelijk een geslaagde oogst hebt. Zat... Je ziet dat dat allemaal mooi groeit. Ik zat te denken, nu regent het eindelijk. Vorig jaar en de jaren daarvoor was het altijd te droog. Ja. Ik denk, de boeren hebben nou niet te klagen. Maar het is nog niet helemaal perfect. Nee, we klagen altijd, hè? Jullie klagen altijd? Altijd. Of te droog. Met een glimlach op het gezicht, als het lukt. Nou, ik zeg dat, we hebben gelukkig het geluk bij ons dat wij heel goed en heel gemakkelijk kunnen beregenen. Ja. Maar ik zeg altijd, ik heb liever een droog... voorjaar of een droog jaar, dan kan je zelf het klimaat maken, om het zo maar te zeggen. Kan je zelf de regen brengen. Ja. Het is altijd gemakkelijker om water te brengen dan water van het veld af te halen. Kijk. Dus. Ja. En over aandacht hebben die niks te klagen, de tuinders of de boeren de laatste tijd. We worden zelf bijna geregeerd door een partij die heel veel gekozen is bij de laatste verkiezingen. Hoe kijk je dan naar? Toch een stukje waardering dat mensen jullie zien. Goed, kijk, dat is hetzelfde als wat ik straks zeg, dat je misschien iets verder van de natuur afdrijft. Dat is hetzelfde met de hele gemeenschap in Nederland. Vroeger had iedereen in zijn familie, of bijna iedereen in zijn familie... wel iemand die in de agrarische sector zat. Dat is er niet meer. Nee. Kortom, die feeling is er gewoon niet meer. Ja. Dus het is misschien maar goed dat er weer eens een klein beetje... Ja, gezond boerenverstand... Kijk. Niet dat alles... Ja, weet je wel, te veel is nog nooit goed geweest. Hè? Maar een klein beetje boerenverstand... Ja. Is misschien goed. En met dat boerenverstand organiseren jullie loeren bij de boeren. Waarom is dat belangrijk? Ik vind dat Joep het heel goed verwoordt. Die afstand die er 10 jaar geleden
heel, ook al heel duidelijk was. En die we nu, ja, mede door toch heel veel aandacht wel wat verkleind zien. Dat we daar ja, aandacht voor hebben. En het punt is dat heel veel agrarische bedrijven hun poorten niet zomaar kunnen openen. Vanwege allerlei regels. Hè, de wettelijke regels ten aanzien van hygiëne, risico's van dierenziekten. Waardoor je bij heel veel mensen ook niet zomaar op het erf kunt lopen. En dat maakt het voor die dag wel mogelijk om dat te doen. Ja, er zit een fietstocht bij, heb ik begrepen. Maar er zit ook voor mensen die wat minder met het milieu bezig zijn, ook een mogelijkheid voor een autotocht. Precies, er zijn twee routes uitgezet, een fietsroute en een autoroute. Ja. Welke bedrijven werken eraan mee? De bedrijven nu voor dit jaar, ja, zijn Hermans met Herfors in Kessel. De Odahoeve in Kessel. Maas, loonwerkbedrijf in Kessel-Eik. Mm-hmm. Witlof, bedrijf Stemkes. Champignons van de firma Jacobs. En dan gaan we naar Neer toe. En dat is bij Joep van der Boel. De Borg in Neer. En Ben Seibe in Neer. Dus Kessel, Kessel-Eik en Neer. En ben ik nog een plaats vergeten? Nee, dat zijn, dat zijn dat, daar kun je dus loeren bij de boeren. Ja. En dat vindt plaats 30 april. En als mensen straks dit programma hebben gekeken en denken, ja, waar haal ik de informatie vandaan? Hebben jullie een website? Ja, www.loerenbijdeboeren.com. Mm-hmm. En op Facebook zijn we actief. Kijk, dus dan kunnen ze altijd die informatie terugvinden. Wat gaan ze straks op jouw bedrijf vinden wat ze van tevoren echt niet wisten? Mm-hmm. Geef het pas een soort preview. Kijk, we willen het eigenlijk gewoon lekker eenvoudig houden. We willen gewoon een rondleiding over ons bedrijf geven. Gewoon om alle facetten. We hebben een boerderijwinkel, we hebben ons teelbedrijf. Op dit moment is er natuurlijk nog niet zoveel te oogsten, want we zitten nog heel vroeg in het voorjaar. Maar zoete bataat leveren we jaar rond. Dus nou, zoete bataat, die teelt, die willen we eigenlijk laten zien. Dus het machinepark wat daarvoor nodig is, maar ook de bewaring en de waslijn, alles willen we laten zien. En aan de hand van feitjes de mensen dan wat bijbrengen. Ja. En dan daarnaast natuurlijk nog wat voor de kinderen, nog wat te spelen en te knutselen en noem maar op, wat te eten en wat te drinken. Ja. En tegenwoordig zijn er ook veel boeren die zeg maar een combinatiebedrijf hebben. We hebben een stukje melkveehouderij en zorgboerderij. Is het bij jullie alleen zorgboerderij of ook? Bij mij thuis is het nu. Oorspronkelijk heb ik een melkveehouderij en legkippen gehad. Maar nu op het moment hebben we alleen een zorgboerderij met een terras erbij. En een camper, een camperplaats. Ja. Wat moet ik aan denken? Welke cliënten hebben jullie op de zorgboerderij? Bij mij op de zorgboerderij zijn jongeren vanaf 12 jaar tot... dat is eigenlijk geen eindleeftijd, maar de hoofdgroep is 12 tot midden 20. Met autisme, gedragsproblematiek. En kinderen die niet om een reden even of langdurig op school kunnen zijn. Of die inderdaad gewoon extra zorg nodig hebben. Maar je hebt dus ook meegemaakt dat dat nog niet het geval was. Dat je alleen maar melkveehouderij was. Ja. Heb je dan moeten bijscholen? Hoe werkt zoiets? Ja, nou, we hebben inderdaad destijds in 1995 al besloten om het melkveebedrijf te stoppen. En vandaar is eigenlijk mijn man, die 4 jaar geleden overleden is in de zorg gekomen. Dat kwam door mijn zus, haar oudste zoon, die autisme had. En ja, zo zijn we er eigenlijk per toeval ingerold. Mijn man heeft toen MBO3 zorgboerderenbegeleiding gedaan. En ik zelf heb de opleiding psycho-energetisch therapeut en systeemtherapeut gevolgd. Mm. En doe meer de coaching en de ouderbegeleiding in dit kader. En verder hebben we 9 man personeel in dienst die diverse scholingsachtergronden hebben. Hoe belangrijk is dat, het contact met de dieren, voor de achterban die bij jullie komt? Ja, ik heb daar echt zelf, als je het hebt over bijscholing, maar wel ook zelf... mindset ingemaakt. Want ik kom van huis dus inderdaad uit de agrarische sector. En dan is een boerderij toch wel een heel ander beeld zoals ik opgegroeid ben. En we hebben daar mogen leren dat inderdaad de ruimte, de dieren heel erg belangrijk zijn voor de jongeren om weer terug in die natuur, terug bij zichzelf te komen. En waarbij je dus de dieren, maar ook inderdaad toch ook de tuin, maar die is dus ook iets minder hoorbaar voor hun of voelbaar dan de dieren. Een heel belangrijk middel. Het is veilig. Mm-hmm. En wij mensen vinden van alles van hun, want ze zijn vaak toch behoorlijk ver van zichzelf afgeraakt. En om weer terug veiligheid en vertrouwen te krijgen, maken de dieren een heel belangrijke schakel in communicatie. Ja, dus hier ook een hele belangrijke maatschappelijke functie. Ik denk dat Joep hoopt dat veel meer bedrijven jullie pad een beetje volgen en ook een biotuinder worden.
Ja, goed, maar voor biogroens te kunnen telen heb je ook biologische mestmeel nodig. Dus ik heb ook bioboeren nodig als collega. Ah, kijk. Je hebt echt bioboeren nodig. Is dit een oproep voor bedrijven om bioboeren te worden? Nee, zeker. Nee, maar goed, dat is hoe we wel samenwerken. Wij werken nu inmiddels met 4 veehouderij, biologische veebedrijven uit Limburg en Brabant net. Werken we samen en hun krijgen we van ons weer veevoer, wij krijgen van hun mest. En ja, dat is die kringlooplandbouw, zeg maar. Ja. Waar ze het voor enkele jaren terug zo over hadden. Ja, dat doen we al meer dan 20 jaar. Ja. Hoe meer we praten, hoe meer vragen er opkomen. Maar die kunnen allemaal beantwoord worden bij Loeren bij de Boeren 30 april. De informatie is bekend via de website en Facebook. En ik wens jullie ontzettend veel succes. Ja. Ricardo, dank. Nogmaals dank voor de komst hier. En ook voor de Goede Doelenweek. Willemien, dank voor de komst hier naar de studio van Omroep PNM. En voor nu een hele fijne avond.